was de grootste juwelenroof in de Britse geschiedenis. 20 miljoen euro aan juwelen, goud en cashgeld werden weggehaald bij een goed bewaakte kluis in de Londense juwelenwijk. Een roof met wereldnieuws. Dit weekend heeft een bende dieven in Londen misschien wel de grootste juwelenroof ooit gepleegd. Sieraden, geld, er is naar schatting voor een kleine 300 miljoen euro weg. Grootschalig politieonderzoek in Hatton Garden in hartje Londen. Maar geen spoor van de daders van die onwaarschijnlijke juwelenroof. Just something out of a film. I can't believe it. Terrible. Absolutely devastated. Everybody's shocked and there's going to be some big tears. In Hatton Garden zit één grote kluis met daarin allemaal kleine kluisjes. Veiliger kan niet. Zulke extreme roven, je ziet ze normaal alleen in Hollywoodfilms. Maar in deze exclusieve Londense wijk is het dus echt gebeurd. Ja, dat lijkt natuurlijk het werk van een buitengewoon professionele roversbende, getraind en bewapend met de meest geavanceerde apparatuur. Maar Ilan, dat viel wel mee. Ja, zullen we ze eerst maar eens even laten zien? Ja, let op. Dit zijn ze. De gevreesde bankrovers. Leeftijd 60 tot 75 jaar. Oh, ja, die, goed op leeftijd inderdaad. Goed op leeftijd. Die hadden waarschijnlijk geen cao. Die mochten nog even doorwerken. Ja, en dat ging redelijk amateuristisch allemaal, geloof ik. Ja, het ging heel amateuristisch. Hè. Ze hebben het 3 jaar lang gepland, moet je je voorstellen. In een pub in Noord-Londen. Elke vrijdagavond kwamen ze samen om te vergaderen. Maar uiteindelijk haalden ze hun kennis uit het boek Forensisch Onderzoek voor Dummies en YouTube. En dan vooral hoe je een gat in de dikke beton moet maken. Ze huurden bijvoorbeeld ook, ze waren daar bezig, hadden dat gat geboord. Toen kwamen ze erachter dat ze geen materiaal hadden om die kluisjes open te maken. Zijn ze materiaal gaan huren. Hebben ze wel een valse naam opgegeven, maar wel het juiste adres. Ja. Dus die apparatuur, nou ja, die apparatuur, daar hadden ze dus ook niet voorzien dat ze dat nodig hadden. En een van hen ging bijvoorbeeld met de bus naar de plek van die roof toe. En hij heeft daarbij bijvoorbeeld ook seniorenpas laten zien. Ja, maar dat soort knullige. En ik begreep dat hun leeftijd ook nog wel wat problemen zorgde tijdens de roof. Ja, ze zijn dagen bezig geweest om dat gat te boren. Maar een van die mannen was suikerpatiënt. En die moest ook om de haverklap insuline spuiten tijdens dat boren. En een van de medeverdachten is incontinent en die plaste in zijn broek. Die werd gearresteerd. Ja. Hey, maar hoe ging die roof in zijn werk dan? Wel harde fysieke arbeid moest er geleverd worden. Ja, ze moesten door een 50 centimeter dikke betonwand. Al die kluisjes moesten ze leegroven. Je moet je ook voorstellen dat gewoon kilo's en kilo's aan geld en goud en diamanten, edelstenen. Dat hebben ze in kliko's hebben ze dat weggevoerd. Dus dat hebben ze wel, dat hadden ze dan wel weer handig bedacht, hè, die kliko's. Maar ja, uiteindelijk werden ze dus snel gepakt. Hè. Na anderhalve maand viel de politie al bij ze binnen en arresteerden die mensen. Die alles zat ook in keukenkastjes en in holle wanden. En er lagen, geloof ik, zelfs edelstenen ergens onder een grafsteen. Dus in een magnetron ook. Nou ja, en nu blijkt tijdens de rechtszaak dus hoeveel blunders ze maakten. Ja. En hoe de politie ze dus ook zo snel op het spoor kon komen. Ja, bedoel, je bent er al snel geneigd om erover te praten als een soort van een schattig. Het zijn leden van Omroep Max, maar dit waren toch niet bepaald dievetjes natuurlijk. Nee, ze hadden wel al wat op hun kerfstok hoor. Een van hen die heeft in de jaren 80 al eens een bank leeggeroofd. En een ander, dat was ook een dief die al vast zat voor heling en diefstal. Dus ze waren wel oud, maar lievertjes waren het zeker niet. En nu achtergaas? Ja, achtergaas hadden de buiten natuurlijk willen gebruiken voor hun pensioen. Dat gaat dus maar niet door. Maar de staat gaat wel voor ze zorgen. Ja, ze kunnen 10 jaar waarschijnlijk gratis wonen, eten en drinken. Als ook inderdaad de maximumstraf. Ja, dankjewel. Vanavond.